Goedemorgen. Vandaag landt het op de vraag van Tiske. Tiske ervaart al jarenlang een verhoogde eetlust. Ze kan maar geen verzadiging ervaren en kan daardoor ook heel moeilijk stoppen met eten zodra ze een redelijk normale portie heeft gegeten. En daardoor is ze in de loop der jaren best wel heel wat kilo's aangekomen. Tiske wil dus dolgraag wat meer verzadiging kunnen ervaren, zodat ze wat beter in staat is om hetgeen ze eet te beperken. En ja, daardoor wat makkelijker die overtollige kilo's weer kan verliezen. Maar ze heeft al van alles geprobeerd om meer verzadiging te kunnen ervaren. Ze is haar vocht en vezelrijke voedinginname is gaan verhogen. Ze is ook haar eiwitinname gaan verhogen en haar vetinname gaan verhogen. Omdat ze heeft begrepen dat wanneer regelmatig een combinatie van vocht en vezelrijke voeding in je darmen belandt, hormonen met eetlustbeperkende eigenschappen afgegeven worden in je bloed. En ook wanneer er verteerde eiwitten en verteerde vetten in je darmen belanden. Dat ook dan hormonen met eetlustbeperkende eigenschappen afgegeven worden in je bloed. En deze hormonen, zo heeft ze begrepen, hormonen zijn overdrachtstoffen die kunnen informatie over ja, de aanwezigheid van voeding in jouw spijsverteringskanaal, in jouw darmen, overdragen op de receptoren in het verzadigingscentrum van je hersenen. En wanneer die informatieoverdracht goed heeft plaatsgevonden, dan zou je verzadiging moeten kunnen ervaren. Maar ondanks dat Tiske dus meer is gaan drinken en meer vezelrijke voeding is gaan opnemen in haar eetpatroon en ook eiwitrijke voeding en vetrijke voeding, ervaart Tiske nog steeds geen verzadiging. Wat dus wil zeggen dat die overdracht van informatie, informatie over de aanwezigheid van voeding in haar spijsverteringskanaal, in haar darmen, met behulp van hormonen op de receptoren in het verzadigingscentrum in haar hersenen, ja, dat alsnog niet goed verloopt. En Tiske is om die reden naar haar huisarts gegaan. Want ze wil dolgraag wat meer verzadiging ervaren, daardoor haar porties wat beter kunnen beperken en daardoor mogelijk ook wat gewicht verliezen. Maar ja, dat die toename van vocht en vezelrijke voeding en eiwitrijke voeding en vetrijke voeding heeft nog niet tot meer verzadiging geleid. Ze is naar haar huisarts gegaan en heeft gevraagd of ze injecties kan krijgen. Injecties met stoffen daarin aanwezig, die gelijken, zo heeft ze begrepen, die gelijken op de hormonen die normaal gesproken afgegeven worden in je lijf zodra vocht en vezels en verteerde voedingsstoffen en zo in je spijsverteringskanaal belanden. Dus hormonen met eetlustbeperkende eigenschappen die normaal gesproken afgegeven worden zodra vocht en vezels en verteerde voedingsstoffen en zo in je spijsverteringskanaal aanwezig zijn. Soortgelijke stoffen, die kan je via een injectie krijgen. En daar heeft Tiske naar geïnformeerd, gevraagd bij haar huisarts of zij deze injecties kan gaan gebruiken. In de hoop en de verwachting dat dan dankzij die stoffen in de injecties ze wel weer wat meer verzadiging zal kunnen ervaren, omdat die stoffen dus gelijken op die hormonen met eetlustbeperkende eigenschappen en dat dus stoffen betreffen die de receptoren in het verzadigingscentrum van je hersenen kunnen prikkelen, informatie over kunnen dragen op die receptoren, waarna je dus verzadiging zou moeten kunnen ervaren. En de huisarts heeft toegestemd.
En dus is Teske een tijdje geleden is deze injecties gaan gebruiken. En ze ervaart wel degelijk een verschil in eetlust ten opzichte van eerder. Maar ervaart helaas ook best heel wat klachten. Ze is regelmatig misselijk. En ervaart ook heel regelmatig maag- en darmklachten. En dat vindt ze niet prettig. Maar ja, het gewenste effect wat ze beoogde, namelijk een verandering in haar eetlust, ja, dat heeft ze ook wel bereikt. En daardoor, en mede ook door die misselijkheid en die maag- en darmklachten, vindt ze het nu niet zo moeilijk meer om te stoppen met eten. En, en valt ze ook wel af. Dus dat doel is in principe wel bereikt, maar die klachten vindt ze heel vervelend. En vindt ze ook een beetje zorgwekkend, want klachten, dat is toch eigenlijk niet wat je wenst, hè? En ook, dat is niet een uiting van gezondheid of zo, klachten. En toen is Teske erover na gaan denken. Ja, ik krijg nu via injecties krijg ik stoffen ingespoten in mijn lijf. Stoffen met een soortgelijke werking als hormonen die normaal gesproken worden afgegeven in je bloed op het moment dat de verteerde voedingsstoffen en zo in je spijsverteringskanaal aanwezig zijn. Iets wat bij haar dus tot nu toe niet echt goed werkte. Stoffen die met een vergelijkbare werking krijgt ze nu in haar lijf. En die stoffen, als het goed is, die prikkelen dus receptoren. Receptoren van zenuwcellen, onder andere de zenuwcellen in het verzadigingscentrum van je hersenen, zo begrijpt ze. Dus nu, dankzij die injecties, worden heel regelmatig receptoren geprikkeld die eerder nog niet geprikkeld werden, want ze ervoer hiervoor dus die verzadiging niet. En Teske heeft begrepen, ja, zodra zenuwcellen geprikkeld worden door ontvangst van informatie afkomstig van overdrachtstoffen. Zoals die stoffen die nu in haar injecties zijn, dan moeten zenuwcellen moeten reacties gaan vertonen. Die moeten iets gaan doen, die krijgen een soort van opdracht. Cellen, zodra ze informatie ontvangen, moeten informatie intracellulair overdragen en moeten verwerken. En moeten daar een reactie op vertonen. En zenuwcellen, zo heeft Teske begrepen, zenuwcellen, dat zijn cellen met een uitscheidende functie. Dat zijn cellen die ook weer informatie over kunnen dragen op cellen elders in je lijf, receptoren van cellen elders in je lijf, met behulp van overdrachtstoffen genaamd neurotransmitters. Dus de zenuwcellen die nu geprikkeld worden door de stoffen in haar injecties, zo begrijpt ze, die moeten vervolgens, die worden nu door die injecties, de stof in die injecties heel regelmatig geprikkeld. Die moeten nu allerhande reacties gaan vertonen. En dus neurotransmitters, overdrachtstoffen gaan produceren. En dan na productie ook wel afgeven in het extracellulaire milieu. Want dat is de functie van zenuwcellen. Die moeten informatie na ontvangst ervan moeten deze verwerken. Maar ook wel weer overdragen. Dat is dus ook de functie van de zenuwcellen die informatie ontvangen afkomstig van die stoffen in haar injecties, zo heeft ze begrepen. En ze begrijpt dus ook, ja, wat nou als die zenuwcellen die nu heel regelmatig informatie ontvangen, geprikkeld worden door de stoffen in mijn injecties, nou niet goed in staat zijn om die reacties te vertonen, om die neurotransmitters te produceren waarmee ontvangen informatie ook weer overgedragen moet worden, dan is dat best wel uitputtend, irriterend voor die cellen en kunnen daar klachten uit voortkomen. En zij ervaart dus klachten, dus ze vermoedt dat die zenuwcellen die nu door die stoffen in die injecties, die dus anders misschien helemaal niet in haar bloed aanwezig waren geweest, voortdurend geprikkeld worden, informatie ontvangen,
dat die kennelijk, waarschijnlijk, misschien helemaal niet in staat zijn om die reacties die ze dan moeten vertonen na ontvangst van die informatie, te vertonen. En dus die informatie over te dragen met behulp van neurotransmitters en dus die neurotransmitters te produceren. Dus is de vraag van Tesca, want ze wil dolgraag van al die klachten af die ze heeft nu sindsdien, sinds het gebruik van deze injecties, die misselijkheid en die maag- en naamklachten, kan ik ook invloed uitoefenen op ja, de productie van neurotransmitters. Of in ieder geval de productie van ja, de producten die de zenuwcellen in het verzadigingscentrum van mijn hersenen moeten produceren nadat zij informatie hebben ontvangen afkomstig van hormonen. Of in dit geval stoffen die gelijken op hormonen, die stoffen in mijn injecties. Kan ik daar invloed op uitoefenen? Zodat het beter gaat verlopen, zodat ik die bijkomende klachten sinds ik deze injecties gebruik niet zo meer hoef te ervaren. Dat is de vraag van Teske. Nou, Teske. Alle cellen in jouw lijf. En dus ook de zenuwcellen in je lijf. En dus ook de zenuwcellen in het verzadigingscentrum van je hersenen. Dat zijn de cellen die nu heel regelmatig geprikkeld worden door stoffen die gelijken op hormonen die in jouw injecties aanwezig zijn. Zijn in het bezit van een biologisch lipidemembraan. En dat is een membraan dat is opgebouwd uit hoofdzakelijk fosfolipiden, dat wordt ook wel membraanvetten genoemd, met ertussen ook membraaneiwitten, membraangebonden eiwitten en cholesterol. Binnen in cellen zijn ook organellen, dat zijn celcompartimenten, aanwezig daar waar processen plaatsvinden. Binnen in cellen dus zo is er ook een compartiment, een organel, binnen in zenuwcellen, daar waar de productie van nieuwe celproducten, zoals nieuwe neurotransmitters, die overdrachtstoffen, die geproduceerd moeten worden na ontvangst van informatie, plaatsvindt. En al die organellen, compartimenten binnen in cellen, zijn ook in het bezit van zo'n biologisch lipidenmembraan. Een membraan dat is opgebouwd uit hoofdzakelijk fosfolipiden met daartussen ook membraaneiwitten, membraangebonden eiwitten en cholesterol. Voordat zenuwcellen, in dit geval de zenuwcellen in het verzadigingscentrum van je hersenen, dus de zenuwcellen die informatie ontvangen, geprikkeld worden door de stoffen die jij nu ingespoten krijgt via je injecties. Voordat deze zenuwcellen in staat zijn om in organellen, celcompartimenten binnenin die cellen, neurotransmitters, overdrachtstoffen te produceren waarmee informatie na ontvangst ook weer overgedragen kan worden, moeten zenuwcellen eerst koolhydraten, eiwitten, vetten hebben kunnen verteren, enzymatisch splitsen, afbreken tot kleinere delen in zogenaamde lysosomen. Dat zijn afbraak- en afvalblaasjes, een soort van spijsverteringskanaaltje binnenin cellen, daar waar de vertering, enzymatische splitsing, afbraak van moleculen tot kleinere delen plaatsvindt. En waarom moet dat nou eerst plaatsvinden? Nou, omdat die neurotransmitters, die overdrachtstoffen, zenuwcellen moeten vormen, gevormd moeten worden uit de verteringsproducten van koolhydraten, eiwitten, vetten. Dus op het moment dat de zenuwcellen in het verzadigingscentrum van je hersenen niet in staat zijn om koolhydraten, eiwitten, vetten te verteren, enzymatisch splitsen, afbreken tot kleinere delen in zogenaamde lysosomen, afbraak- en afvalblaasjes, dan kunnen die cellen niet beschikken over de verteringsproducten van koolhydraten, eiwitten, vetten, glucose, moleculen, aminozuren, vrij vetzuren, en zijn die cellen niet in staat om neurotransmitters te vormen uit die verteringsproducten, en zijn die cellen niet in staat om, nadat zij geprikkeld worden door overdrachtstoffen of stoffen die gelijken op overdrachtstoffen, dus die stoffen in jouw injecties, zijn ze niet in staat om neurotransmitters, overdrachtstoffen,
te produceren of te geven in het extracellulaire milieu waarmee informatie overgedragen moet worden. En ja, dan kan jij best wel wat klachten krijgen omdat die cellen voortdurend geprikkeld worden. En vervolgens dan de reactie daarop die vertoond moet worden niet uit kunnen voeren. Daar krijg je klachten van. Wanneer zijn de zenuwcellen in het verzadigingscentrum van je hersenen, dus de cellen die steeds geprikkeld worden door de stoffen die jij nu inspuit via je injecties, wanneer zijn deze cellen niet in staat om koolhydraten, eiwitten, vetten te verteren, enzymatisch splitsen, afbreken tot kleinere delen in zogenaamde lysosomen? Nou, wanneer cellen nog niet in staat zijn geweest, en deze zenuwcellen hebben we het nu over, om lysosomen te vormen. Lysosomen, dat zijn dus afbraak- en afvalblaasjes, en dat zijn ook blaasjes die in het bezit zijn, net als alle andere organellen binnenin cellen, van een biologisch lipide membraan. Dus zo'n membraan dat is opgebouwd uit hoofdzakelijk fosfolipiden, met ertussen ook membraan eiwitten, membraan gebonden eiwitten en cholesterol. Wanneer zijn cellen, in dit geval de zenuwcellen in het verzadigingscentrum van je hersenen, niet in staat om lysosomen te vormen, dus die afbraak- en afvalblaasjes? Nou, wanneer cellen nog niet in het bezit zijn van lipidenmateriaal. Dat wil zeggen, het materiaal, de bouwstenen waaruit de membranen van cellen zijn opgebouwd. Want wanneer cellen nog niet in het bezit zijn van lipidenmateriaal, dan zijn cellen niet in staat om beschadigde membranen te herstellen. Zijn cellen niet in staat om nieuwe membranen te vormen. En ook niet in staat om nieuwe blaasjes te vormen die in het bezit zijn van een biologisch lipide membraan. Zo'n membraan is opgebouwd uit hoofdzakelijk fosfolipiden met ertussen ook membraan eiwitten, membraan gebonden eiwitten en cholesterol. Daar heb je lipidemateriaal voor nodig namelijk. En zijn cellen dus ook niet in staat om koolhydraten, eiwitten, vetten te verteren, enzymaat splitsen, afbreken in lysosomen. En zijn cellen dus ook niet in staat om te beschikken over de verteringsproducten van koolhydraten, eiwitten, vetten, glucose, moleculen, aminozuren, vrije vetzuren. En zijn cellen niet in staat om uit die verteringsproducten neurotransmitters te vormen. Wanneer zullen de zenuwcellen in het verzadigingscentrum van je hersenen niet in het bezit zijn van lipidenmateriaal en daardoor niet in staat zijn om beschadigde membranen te herstellen, nieuwe membranen te vormen, blaasjes te vormen die in het bezit zijn van een membraan zoals lysosomen? Nou, wanneer cellen, in dit geval de zenuwcellen in het verzadigingscentrum van je hersenen, nog niet in staat zijn geweest om dat lipidenmateriaal vanuit het extracellulaire milieu op te nemen. En hoe gebeurt dat? Nou, dat gebeurt met behulp van LDL, receptoren. Dat zijn membraangebonden eiwitten. Met behulp van LDL, receptoren, kan LDL, een lipoproteïne die het transport van lipidenmateriaal door waterrijk milieu de buitenwereld van cellen verzorgt. Met behulp van LDL-receptoren kan LDL vanuit het extracellulaire milieu receptor gemedieerd, dus door die receptor mogelijk gemaakt, opgenomen worden. En kunnen cellen beschikken over het lipidenmateriaal wat LDL transporteert. Maar niet wanneer cellen nog niet in staat zijn geweest om met behulp van LDL-receptoren LDL vanuit het extracellulaire milieu receptor gemedieerd op te nemen. Dan kunnen cellen nog niet beschikken over lipidemateriaal. En dan zijn cellen dus ook niet in staat om van die blaasjes te vormen waarbinnen dan koolhydraten, eiwitten, vetten verteerd moeten worden. En zijn cellen niet in staat om neurotransmitters te vormen uit de verteringsproducten van koolhydraten, eiwitten, vetten. Wanneer zullen de zenuwcellen in het verzadigingscentrum van je hersenen enkel in staat zijn om met behulp van LDL-receptoren, dat zijn dus membraangebonden eiwitten, LDL vanuit het extracellulaire milieu receptor gemedieerd op te nemen en kunnen cellen dus beschikken over lipidemateriaal? Enkel wanneer cellen in staat zijn om die membraangebonden eiwitten, die LDL-receptoren, te vormen. Dus wanneer cellen in staat zijn om eiwitten, in dit geval membraangebonden eiwitten, dus eiwitten die aan membraanmoleculen gebonden zijn, te vormen. En wanneer zullen de zenuwcellen in het verzadigingscentrum van je hersenen
enkel in staat zijn om nieuwe eiwitten, in dit geval membraangebonden eiwitten, dus eiwitten die aan membraanmoleculen gebonden zijn, om die te vormen? Enkel en alleen wanneer de vertering van de eiwitten in jouw voeding, in jouw spijsverteringskanaal, tot aminozuren, elke dag en ook al een hele tijd goed verloopt. Want wanneer de vertering van de eiwitten in jouw voeding, in je spijsverteringskanaal tot aminozuren niet goed verloopt, dan kunnen en dan zullen aminozuren, waaronder essentiële varianten ervan, dat wil zeggen varianten van aminozuren die geen enkele cel in je lichaam zelf kan vormen, niet geabsorbeerd, niet opgenomen worden in je darmwand en dus lijf. En dan kan geen enkele cel, laat staan de zenuwcel en het verzadigingscentrum van je hersenen, over die aminozuren beschikken. En wanneer cellen niet kunnen beschikken over voldoende aminozuren die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten te kunnen vormen, kunnen cellen toch ook geen membraangebonden eiwitten zoals LDL-receptoren vormen. En kunnen cellen dus niet met behulp van LDL-receptoren LDL vanuit het extracellulaire milieu receptor gemedieerd opnemen. En kunnen cellen dus niet beschikken over lipidemateriaal. En wanneer dat aan de orde is, dan is het voor cellen, in dit geval de zenuwcellen, het verzadigingscentrum van je hersenen, super irriterend, super irritant wanneer ze dan geprikkeld worden, informatie ontvangen, voortdurend, afkomstig van stoffen die gelijken op hormonen. En ze vervolgens processen moeten uitvoeren die ze dan vervolgens niet uit kunnen voeren, want wanneer cellen niet kunnen beschikken over lipidemateriaal, zijn cellen niet in staat om nieuwe blaasjes te vormen, zoals lysosomen, en zijn cellen niet in staat koolhydraten, eiwitten, vetten te verteren, enzymaten af te breken, enzymaten splitsen af te breken tot kleinere delen en uit die verteringsproducten, afbraakproducten, nieuwe moleculen te vormen zoals neurotransmitters. En kunnen die cellen dus geen informatie overdragen met behulp van neurotransmitters en dan is het super irriterend, super irritant om steeds geprikkeld te worden, informatie te ontvangen over dat ze die neurotransmitters moeten vormen, wat ze dan vervolgens niet kunnen. En daar krijg je klachten van. Dat hangt dus allemaal af van of je die klachten wel of niet zult ervaren of de vertering van de eiwitten in jouw voeding tot aminozuren in jouw spijsverteringskanaal wel een beetje goed verloopt en ook al een tijdje goed verloopt. En wanneer verloopt dat enkel goed? Dat is enkel wanneer jouw voeding optimaal voorziet in vocht, alle essentiële vitamines, alle essentiële mineralen, alle essentiële spoorelementen, alle essentiële aminozuren, alle essentiële vetzuren en niet daarbij naast ook voorziet in allerhande niet-essentiële stoffen, niet-voedzame stoffen, niet-verteerbare stoffen, beschadigde stoffen, belastende stoffen, toxische stoffen. Dit betekent dat wanneer jij geen verzadiging kon ervaren voorafgaand aan het nemen van die injecties die je nu neemt, terwijl jij wel veel vocht en vezelrijke voeding in je eetpatroon, veel eiwit en veel vetten in je eetpatroon had opgenomen, dat dan kan betekenen dat ondanks deze aanwezigheid van vocht en vezels, eiwitten en vetten, die essentiële stoffen die ik net noemde, niet of te weinig of incompleet in jouw voeding aanwezig waren, of te veel niet-essentiële, niet-verteerbare, niet-voedzame of beschadigde of belastende toxische stoffen in je patroon aanwezig waren. En wanneer dan nu je die injecties neemt, nog steeds onvoldoende vocht in die essentiële stoffen die ik net noemde in jouw voeding aanwezig is. En of te veel van die niet-essentiële, niet-voedzame, niet-verteerbare, belastende, beschadigde, toxische stoffen in jouw voeding nog steeds aanwezig is. Ja, dan is het logisch dat jij klachten gaat ervaren wanneer je dan stoffen ingespoten krijgt die gelijken op hormonen, die voortdurend receptoren prikkelen van zenuwcellen. Zenuwcellen die dan vervolgens processen moeten uitvoeren die ze dan vervolgens niet uit kunnen voeren. Doordat jij te weinig essentiële stoffen tegenover niet-essentiële stoffen in jouw eetpatroon aanwezig hebt. Wil jij dus graag minder klachten ervaren en wil jij meer verzadiging kunnen ervaren, kloppende honger en verzadigingsgevoelens kunnen ervaren, zorg er dan voor dat jouw voeding optimaal voorziet in vocht, essentiële vitamines, essentiële mineralen, essentiële spoorelementen, essentiële aminozuren, essentiële vetzuren en niet daarbij na.
daarnaast ook voorziet in alle handen niet-essentiële stoffen, niet-voedzame stoffen, niet-verteerbare stoffen, beschadigde stoffen, belastende stoffen, toxische stoffen. Dat als antwoord op je vraag.